Hey. Is de bus er al? Kant vandaag! Kant heel voor mij. Omdraaien. Bedankt hè. Goed zo. We hebben begonnen. Was het in Egypte al leuk? Ja. Wat zijn jullie eruit dan? Hier dan. Nee, dat heb ik aan de andere kant. Geen gezoen. Een gedram. Mooi. Aangeneer op de klap. Drun. Paspoortcontrole. Gerda Doornewaard. Ja. Kom. Hallo. Hey. Je moet hem niet weer verliezen, ja. Klopt. Nee, verloopt. Danielle Esselink. Oh, leuk. Ik heb gecontroleerd vanmorgen. Niks meer te maken, los zien. Hartstikke goed. Ja? Ja, goed. Klopt het? Ja hoor. Ja. Dat is belangrijk, want... Alice mag rijden. Ja. Present. Paspoort. Ik krijg zo het woord voor de bus. Ik geef straks ook een woord namens het bestuur aan Henny van der Weg. Die zal de reis officieel openen. Dit zijn gewoon wat simpele mededelingen, afkondigingen, om maar zo te zeggen. Verder, mochten jullie problemen hebben, de activiteitencommissie, die zit meestal voorin. En ergens daar bij Hendrik, ja, voorin. Alinda, Henry, Sjerk en Erik. Dus problemen hebben dan, en drinken en koffie en dat soort zaken, dan kun je bij Erik en mij terecht. Ja, tot nu toe uitstekend, maar ik wil zeggen... Ik neem een goede sigaar erop. Leuk veel schema. Sigaren. Rick, sigaartje. Ja? Bettine wil graag een sigaar. Oké, krijg ze. Onze sigaar verslaan. Oh. Hallo. Dank je. Jullie ook allemaal mee. Zometeen Henny heeft al filmen. Mijn sigaar, hè? Door mijn sigaar. Sigaren lust ik niet. Ja, joh. Dit is dus een rustplaats in Hannover. Henny, heb je bril al afgezet? Lekker, hè? Vito. Hey Ria. Nou, of leef je nog een beetje bedrijf? Ja hoor, is ideaal. En hoe vinden jullie het? Ja, schitterend. Ja, ze zijn vol. Kom in de volgende week. Ik heb ook goud. Ik heb ook goud. Ik heb ook goud.
Een hamster. Maar ik heb ook een konijn, dat is vaak met vis. Nee, dit is een pruimen vis. Oké. Iedereen kijkt of vandaag een paar dagen. We rijden al een uurtje rond, maar we zijn er. Yeah. We zijn er, of niet Henk? Yeah. Goed zo. Ze wordt al volop uitgepakt. Iedereen is erg uitgeslapen hier. Wat doet Frank? Ja, Wilkoff erbij. Vanmiddag om 3 uur mogen we pas in de kamer, hè? 3 uur. 3 uur. Als het een geplande aankomst. Je hebt toch wel een beetje redelijk formaat bed berekend hier. Je kan wel met de benen buiten boord liggen. Frank kan allemaal blijven. Heb je lekker geslapen vannacht, zeker? Ja. Dit is het. Naar boven komen we even slapen. En nu wachten. Mooi hè? Het is wel leuk ja. Het werf eraf gescheept. Ik verspot. Ik ga erin dat ik een beetje terug. Ik ga in elkaar niet komen denk ik. Ik ga meteen wel zien. Gewoon leuke muziek. Nasse Füße. Danielle wordt nat gemaakt. Achtung, zegt hij.
Mooi is hier, hè? Ja, lekker, hè? Ja, hier. Iedereen is druk bezig. Jongens! Yo! Yo. Ik zie jou niet. Een toekje. Rick, ben er hier wel niet op. En Sjaak dan? Ja hoor, geen probleem. De volgende dag, 6 augustus. Wat heb je? Pepermuntje. Lekker. Pepermuntje? Ja, dankjewel. Van tractatie. Ik hoorde te tracteren voor mijn verjaardag, maar... Hebben jullie lekker gegeten? Hier gaan wij altijd het restaurant eten, dat zal ik nog een keertje filmen. En de gids is net aangekomen, dat meisje hier. Die zal ons in Krakau rond gaan leiden, dus... We zullen vandaag het een en ander gaan filmen. We hebben alleen één guide, dat is correct, of niet? En dit is onze andere Poolse organisator. En iedereen is er weer helemaal klaar voor. Met shirts, zonder shirts. Nou, doei. Hallo. Hi Rick. Hallo jongens. Gefeliciteerd hè. Dank je. Telefoon vaker op. Babel. Daar gaan we nu even naar binnen. Van 800 jaar oud. Gracias.
Hallo. Alles fijn. Wie ligt er achter je? Jantje Smit is daar. Was het maar waar, nee. Jantje Smit. En zijn kat is ook dood. Zijn kat ook dood gemaakt. Zijn kat? Ja, zijn kat is daar. Ja, kat. Dat is goed bij hem. Oh. Kat is dood. Ja, dag kat. Kat heet Harry. Harry is dood. Nee, Harry is niet mee. Hij is niet dood. Hij is naar de kattenhemel. Ik wil je ook een beetje jarig feestje. Jawel. Ja, wat ben je nou hebben we toch een feestje? Wat heb je een verschrikkelijk dik ketting hier eigenlijk? Ja, we krijgen nog een nieuwe. Hé, kom eens even hier met die camera. Zal ik even een nieuw visje filmen? Want oh, ja. Ding staat natuurlijk nog dat niet op. Dat is goed. Ik zat nog nooit op film, nee. Nee. Ga jij filmen? Ja, ga ik jou even filmen? Dan ga ik de visje filmen. Okay. Je verjaardagscadeau filmen, okay, ja? Oké, doen we. Wat? Een visje. Kijk, de fiets is jarig. Ja, en dit is een verjaardag gekregen. Ja. Oké, gaat u nog een keer fietsen? Hey, fiets is vandaag jarig en dit heeft hij op de verjaardag gekregen. Tada! We gaan met z'n allen 850 treden beklimmen. En dat gaat heel hoog. Hé, Ries Bos? Doing. Ja, even het begin zien. In het licht, dat ben ik. Dat ben ik. Ik ga omhoog. Maar ik heb ze niet verteld. Klimt het. Ligt hier in harde kabbie. Hé? Oh, Flippel. Nou, we zijn inmiddels wel weer bovenaan. Bing, bong. Shit. Wij gaan nog horen. Peace, man. Cacao. Gaat het goed? Mooi keppertje. Goed zo. Klaar. Mooi, Hendrik. Hendrik, opzetten mag je hierop. Hierop. Leuk. Mooi. Gisteren ging ik naar de cinema. Dat is netjes. Kijk, hier. In de Bijbel, zei ze, om stenen mee te nemen voor de overleden. En wat deden ze ermee dan? Nee, is gewoon niet, is een traditie. En in Praag was het zo dat er allemaal briefjes lagen met gebeden. En mensen en die lagen er onder die stenen. Maar wat hebben overleden aan stenen? Ja, dat zat niet meer. Ze zei dat dat in de Bijbel stond, dat je een steen mee moest nemen voor een overleden. Oh, dan moeten we dan eens gaan lezen. Hè? Ja, inderdaad. Simon, wat vind ik van jongen? Ik kan het onder de schoen. Joden. Het zwembad van mijn oma. Het is het jarig vandaag en ik ga het niet.
28 jaar. En hij trekt hier lekker een snoepje. Dat zingen we wel sterk in het Het schijnt in het huurspuw een draak te zijn. Kijk, daar gaat hij. Afgelopen eerst kostenbesparing. Aardappelsoep. Met soep. Soep met champignons. We zijn met de bus aangekomen bij een rivier en we gaan zo meteen varen. Iedereen is verrast dat het een soort kanovaren wordt. Maar de meesten hebben er wel zin in. We gaan lekker varen op een vlot. Op een vlot? Vlot varen op een vlot. Ja. Brandstof 3 is. Het is de bedoeling dat we dus met een grote stok gaan. Als de stok dus breekt, dan hebben we een reservestok bij ons. In de vorm van Frank van Hattem. Wat de rest zou ik zeggen. Grappig op jou staan de familie van Erik. Dat zover einde komt daar buitenland. Typisch Efteling humor. Ja. Nee, dat vraag je niet. Nee. Nee. Dit zijn landen kamer. Wie nog in kaart? Bro, Rick! Yo! Wat is het echt toestel? Jij mag mijn auto! Hij blijft drijven. We hadden helemaal nodig. Denk je dat we onder water gaan dan, Sjaak? Ja, we hebben nog een gedeelte een verrassing in het programma en onder water gedeelte. Oh ja. Nou, zoals ik zie, er is een aardig stromingje. Maar het is gigantisch gaaf. Alleen de mensen schrokken wel erg dat de kano's er zijn. Ja, ik vind het leuk. Ja, gaaf. Het stroomt aardig. Ja, daar gaat het al. Niet te lang. Jij zit erbij. Hoezo, moet ik daar zitten? En welke crew hebben we? Hallo. Hallo. Jackie. Nou, off we go. Hij moet helemaal eens eentje doen. De man hier die vertelde net dat je links de Poolse grens, nee, links is Polen, Polen, rechts is Tsjechië. Rechts is Tsjechië, dus deze rivier is de grens. Wat? Slowakije. Slowakije, daar. Oh god, het water is hartstikke hard daar. Oh, spannend. Hoor je dat? Hoor je dat niet? Ja, ik hoor het. Oh, ga je durven? Ik heb een pushje in de stad. Wat is er? Pushje. Viegodjine. Twee? Ik begrijp hem niet. Het begint hier gevaarlijk te stromen. Oh. Hou je vast. Probleem. Kan ik in de boot? Een beetje benieuwd. Verslaan. Zinken. Take one. Uh-oh.
Laten we zinken. We gaan zinken. Ja, we hebben een barretal gehad, windkracht 7 en we sloegen bijna om. Kijk, neer is aan het water schep eruit en die schep al eens eruit. Ja. Ja, dat was spannend. Hard maar roelen, hard maar roelen. Hoi. Hoi. Ik gooi je met hier staan verboord. Hallo, ik heb onder andere last van een natte regenbuig. Ik heb hem in de broek geplast, maar ik plast hem over de bodem. Ik heb een mooie onderwaard foto van de Doeniek gemaakt. Perfect. Bijbestellen. Maar er kan ons niks gebeuren met Frank is erbij. Ja. Oh ja. Heb jij je beeld al voorbij, Frank? Niet hier. Oh, wat naar. Oké, totaal niks. No? Reina sprong. In de storm is onze chauffeur ook overboord geslagen. Maar we hebben een nieuwe chauffeuse, Reina, bereid gevonden. Om de taak over te nemen. Hup, 1, 2, 3, hup, 1. Nee, oh, hij is weer terug, hij is uit het water gekomen. Oh. Hoe was dat nou? Oh, als je cool man. Rijna. Je zat net verkeerd in, man. Het spieren er wel voor. Als een kaas en ogen. Hij heeft toen stroomen, man. Toe. Toe. Rooie oog. Ik was jassen. Ja, mooi jasje. Mooi, hè? Ja, mooi jasje. Ja. Maar hij nog niks aan, want die wil zo mooi om. Gaat ze maar wat. Gaat ze maar omvallen dan. Daar ga je. Gaat ze maar video maken. Onze andere rederij. Granita. Ja. Polen. Polen, hè? Polen. En? Grens. Oké. Ja. Maar nu zijn wat is dat een bord voor de bank? Oh ja. Ja, maar dat is een heel lang stuur. Dit zit hier. Ja, zie je dat? Ja. Is echt een bord? Ja, grenzen. We gaan nu Polen dus uit eigenlijk. We gaan nu Slowakije in. We gaan nu Slowakije in. Nee. Ik zag het niet meer in Polen. Wat ben je hier aan het doen? Ja, een trui passen. Deze is wel. Die past er niet, deze past. En de mevrouw komt meteen aanrennen met zakken vol kleren. Nou, Peet, klik. Nee, je moet even hier naartoe kijken. Maar ja, voor 18 gulden, hè? Kijk hoor. Volgens mij is die veel korter. Iedereen is helemaal denken van, hups, oké. Deze vind ik de Peet, vind je van? Hè? Ja. Is leuk voor je broertje. In een busje. In een busje. In een busje.
we zijn helemaal naar boven gegaan, maar we kunnen er helaas niet meer op. Daar is de tijd te kort voor. Er staan nog een rij mensen te wachten. Maar ja, dan niet. Ga maar wat anders doen. Wat zie je weer te doen? Hallo hond. Hallo. Hallo. Oké. Gelukkig echtpaar. Oh, ze zijn zo gelukkig. Oh, Rikje. Jonke, zakje door de stoel heen, wat is dat nou? Jongen, kan je er weer? Oh. Hier, vrouw. Je wordt te zwaar, Hendrik. Ik zie hem, van wie is het? Verzekering. Ik heb maar een rekening. Ja, hier zitten we dus. Op de hele pizzeria. Grote hilariteit. Spaghetti? Ja, ik probeer even een pizza of een herstel lasagne te eten. Heet. Is het wel lekker? Jongens, is het lekker? Ja. Het lekker. Het zijn goede pizza's. Lekkere pizza's. Maar nu de vraag, is het beter dan in het jeugdhotel, restaurant? Nou, vind ik ook lekker hoor. Oh, die laden wil graag. Die laden wil graag op. En dit is de kerk waar we vanavond op gaan treden. Om 7 uur. Jij bent Peter, dat is Peter. Helemaal. Is Henk met zijn nieuwe trui. Henk? Vijf of half negen, het concert is net afgelopen. Ik heb hem maar niet gefilmd tijdens het concert. Maar achteraf gezien had ik misschien best gekend, want de mensen waren zo enthousiast. Maar hier is dus allemaal gebeurd. Gaan we weg? Gaan we er vandoor? Hoe groot is het concert? Gaaf concert. Ik had link. Ik weet niet wat ze overkomen moest. Mooi. De busjesfeer staat te wachten, dus we gaan naar huis. Nou, we hebben wel zelfs weer terug. Shit.
Het is 8 augustus, nieuwe dag. En onze Henry gaat even vertellen wat we gaan doen. Nou, vertel het eens. Als u wegkijkt, ziet u Oswikiem Park. Hoe heet dat? Daar gaan wij 6 uur lang in lopen. 6 uur lang? Goed, en dan gaan we nog wat lekker eten, lekkers eten. En dan is de dag voorbij. Ja, en we gaan ook nog naar het kasteel, hè? Wat gaan we? Ja, het kasteel. Naar het kasteel. En ik heb een hele moeilijke naam, Pieter Pruf Kreska. Oh ja. We moeten nu gaan, want de groep is al weg. Oké, okay. Waar zijn ze? En de bus, waar is de bus? De bus is ook weg, ja, we gaan ophalen. Oké. Okay. Fijne wandeling, hè? Dankjewel. Het lijkt op een Bijbelse vertelling. De koren schoven. The place where it's forbidden to have a camping place, to have a fire. You can't pick up any plants, flowers, anything, because this is forbidden. And of course, theoretically, you would be fine. You can be fine. And but also on the interior, because there are no guards here normally. So, as I have mentioned before, this is the area which used to be covered with a forest in the Middle Ages. It was a very watery area with birds, mountains. And the first. Hallo, voor je de vangt, joh. Een leuk huisje filmen. Wat wil jij hier drinken? Ik heb je bril weer raar op, Ria. Oh, oh, oh. Leuk, hè? Ja, hoor. Doe maar iets van chocola. Door de ingang. En toen de Tsjechische koning, of in ieder geval voor spieders hier langskwamen, zagen ze bij de ingang van deze grote spinnenweb. Dus ze dachten van, nou ja, als hij zich hierin wil verstoppen, dan moet dat spinnenweb kapot zijn. Dus hij kan hier niet in. Dat doen we. En vandaar deze ja, dat is een belangrijke tekens gekregen in de kruis van de spinnenweb. En het is een van de toeristische attracties van de spinnenweb. Wat doe je, Hendrik? Nog één keer die dinosaurus. Oh, Henny. Oh, de dinosaurus. Kom op, Hendrik. Sorry. Kom op. Sta ik er niet op dan? Nee, ik was te laat. Het rode lampje brandt nu, dus je bent in actie. Ik schaam voor iedereen. Nee, anders. Is dit stoer? In het Nationaal Park zijn er 300 en maar 2 van deze grotten zijn geopend voor publiek. En daar gaan we nu dus eentje van in. Cookies. Nou, daar gaan ze dus. Er vloog net al een vleermuis naar binnen. Maar goed. Ik weet niet of het, ik denk niet dat het veel te filmen valt, hè? Want het is te donker. Pod korkami, prawda? Takie kominki można spotkać na zamkach, pałacykach, bo to jest wszystko na to. Te hele kleine gangje zouden door moeten kruipen. En een god met een draak. En een koe. No złama, a po środku widać pazury, widać szpony, że orzeł stoi na mocnych dwóch nogach. To chyba mu tam wybory, prawda, nie przeszkodzą, a tymi skrzydłami podpiera, bądź podtrzymuje. Here is the
at the wall and above. Ile tam nad nami jest na górze? 15, przy 15. Above us. Het is een skelet hier. Anima. Ja, goed. Eng, hè? Ja. Maar ja, we lopen er gewoon overheen verder. Ik doe maar nou, nee. Dit is wel veel. Tegenkocht. Oh, komen twee oma's. Mooi, mooi. Leuk, hè? Verdrieslap. Mooi. Verdrieslap. Dan lust je ze wel. Mol dood. Niet mos dood, maar mol dood. De bloemetjes en de bijtjes. Een soort alpenweide. Ja, ja, het gebeurt dus ook regelmatig. Stroom alleen niet naar beneden. Stromend guldje. Alsjeblieft, ik hou alsjeblieft. Hey Rick. Hij heeft het niet tot die aanstaan. Had ik hem even te zeggen, vrouw. Nee, heel lang gebrand. Vooral die lamp. Danielle. Oh, je oh Rick. Wanneer zingen we weer in het trouwdienst? Oh, gevoelig onderwerp. We hebben even een break. Rust. En dan van Gerrit en Jolie. Tingelingeling. Altijd betaald worden.
blazen, maar blazen, maar blazen. Dit gaan we dus bekijken. Ik heb al met zoveel tientjes. Samen koeien. Deze koning woont in het hol. We zijn nu dus in het kasteel. Kijk maar naar de vlaggen. En het zag er zo uit. Dan kwamen we naar binnen. Kijken wat er van overgebleven is. Oh, daar heb je misschien nog een mooie uitzicht. Een officieel kamer. Kijk, opgesteld. Hier heb je passeert voor de mooiste kiekjes. Hoe is dat, Reina? Hey, die bloemetjes. Hey, dat is een verkeerde knop. Of niet? Deze toch? Ja, dat is doordraaien, bovenop mijn druk. Hey, die bloemetjes. Ja, maar toen check ik even. Dat is wel een mooie actie hier, Hendrik. Ah ja, moet je doen? Hendrik, weer een mooie actie. Watch out, foto. Nou, Daniel staat ook onder in de beeld. Ja, ja. Ja, maar. Ik kan het. 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 Ik Rick, dat staat niet hoor. Dat echoot helemaal in je camera weer. Rick, ik zal een steentje gooien, dan kunnen ze zien op de camera hoe diep het is. Steentje op de camera gooien, weet je toch? Kom, Rick. Gewoon blok naar beneden. Ja, hoor. Ik laat het los. Ja? Luister, ja? Ja. Zal ik er springen of zal ik een steentje gooien? Prima. Oh. Applaus. Ik ben. Ja? Dat allemaal naar de bus gaan en een miljoen verdienen. Kom! Ja, de bus. Kijk, ik ben er weer eens. Wat doe jij dan? Oh ja, nou heel sensueel hoor. Maar hier rijdt dus iedereen in Polen in zo'n kwe. Zeven, nou, dat is kenteken. Erg mooi. En ja, hier is het kasteel ook ergens, of niet? Ja. Alina. Daar, voor ons. Oh, dan gaan we er eventjes heen. Even inzoomen, gaat super snel. Hebben we nou koffies? Wat heb je nou? Ik heb nooit op een auto gelegen. Nee? Helemaal niet in een bar zat je het. Nee. Oké. Komt de activiteit kunnen schelen. Nou, hier is dus enige oneenigheid. Dat gebeurt ook wel eens. Wrijving, denk ik. Maar ik hoop, wrijving? Oké, maar ik hoop dat het opgelost is. Gangsters. Oeh. Ik heb op die auto gelegen. Oh, leuk! Barça. Ik
maar storm is hij toen door naartoe. Hij is altijd teruggekomen. Dat vertelt je al. Ik wil het even naar Rick voor de camera. Rick, ik heb iets apart gesteld om te vertellen. Wat heeft hij te vertellen, Erik? Ja. Kijk, ben ik in beeld nou? Ja. Nou jongens, goeiedag. Ik ben van Dalia en we zijn hier op de werkstel. Vroeger, als die ronde toren daar was, ja. Dat was een punttoren. Maar toen was het in 1839, toen ging een storm hier met windkracht 11. En toen vloog die toren zo af. En die kwam daar terecht en die staat nu daar. Dus ik zal hem even aanwijzen. Daar. Kijk, je ziet net boven die struiken nou, daar. Nou, daar stond hij. Daar staat hij nou ook weer. En daar staat een speciaal gedenkteken erbij van. Wegens de wind. Ja, geregistreerd in 1839. Gewoon die toren naartoe vloog. Perfecte anekdote, Erik. Huh? Bedankt voor de uitleg. Ja, nou, dat was een kleine moed even. Ik heb het gelezen in een of ander cultuurblad ook. Oh, ja. In een beeldje. Nou. Oké, ja. Dank u wel. Moet ik brood doen of... Doing. Nou, weer terug. Helaas was de batterij op bij het kasteel, maar we gaan nu eten. Ik ga eens even laten zien hoe dat is. En dit gaan we dus doen. We maken de parkeerplaats, daar staat de bus. En meer mooie auto's. Eten we. Hier op de hoek. Voert hem. Wat is erg gezellig hier. Anders dan pudding. Daar komt de ober. Kijk, eens de ober. Even zien wat hij neerzet. Wow. Jongens, smakelijk eten. Kunnen jullie vertellen wat hier gebeurd is? Nou, het leeghuis. We gingen s'avonds uit. Ja. En we Danielle waren eventjes naar het terrasje geweest. Ja. En dan hadden we wat gedronken. Wat was het ook alweer? Vodka cola. Cola? Toen begonnen we te dansen, toen kwamen we hieruit. Maar er woont niemand hoor. Dus. Was dat op mijn verjaardag? Ja. Zou kunnen, ja. Danielle, Danielle, jij bent er doorheen gegaan. Hier blijven. Ja, inderdaad, zij had het gedaan. Ja. Ik had. Dat zo ongeveer ging het, in dat portiekje. Zo. Hey, maar er ligt nu dus nog steeds glas daar eigenlijk, wat er naar beneden kan vallen. Nee hoor. Het is toch wat? Lijkt en me zo. Oh ja. Nou, nou ga ik weer hoor. Ja, we gaan weer. Het valt, anders valt het op. Oké. Okay.
wordt hij nog met bruinkool gestookt. Oké, we vertrekken net van het jeugdhotel en gaan wat zingen in het park. Water en wegen. Water en wegen. Ik zie wel een... Krim maar terug, hè? Een dag verder. Na een flinke nacht stappen is iedereen suf. Dan gaan we lekker slapen op het strand. Ja, niet zwemmen. Vanmorgen hebben we ook al links gedaan. We konden voor het eerst keertje uitslapen. Weliswaar tot 9:30. Oh, het is redelijk weer. Goedemorgen, het is zondagmorgen. We zijn net aangekomen op de plaats waar we ons tweede concert gaan geven bij de kerk. Alle spullen worden uitgeladen en naar de kerk gebracht. En dit is het kerkgebouw. Thank you.
nachtkring gaan we ons opstellen. Thank you.
thuis even gegeten te hebben, zijn we nu op het klooster. Waar we vanavond om 16:30 het volgende optreden zullen verzorgen. Alles is weer uitgeladen, meegenomen. Piano's, drums, tellen, geen enkel fout. Het ruim moet zelfs opgetild worden van stroom. Hier maar voor de zingen. Tour van de monnik zelf. Leuk. We zijn dus op de tentoonstelling. Zoals je kunt zien zijn links enkele van die kapelletjes die 42 langs de kruisweg. Dat zijn dus de afbeeldingen ervan. En rechts zijn afbeeldingen van een heilige hier. Toen de paus hier in 79 op visite was, heeft hij deze man heilig verklaard. Deze man op dezelfde plaats is het hier ook allemaal nagebouwd. En om de hele kruisingsweg doorlopen heb je 5 uur nodig. En om de weg te doorlopen die hier Maria af heeft gelegd, heb je zelfs 6 uur nodig. Ja.
Oh.
They are calling as well the actors from Krakow, from the theater, old theater in Krakow, and they are giving them less. Why are you saying more, Ben? Ja, wat zeg je? Wat zeg je? Echt klaar. En Ben dan? Ik voel me topfit, jongen. Ja? Heb je geslapen? Jij hebt kunnen zitten in die keel. Dat heb je ook gedaan. Wat donker. Ze vallen. Anders mogen jullie in het toilet. Ja. Is toch alleen voor heren? Ja. Niet Nienke. Wat? Is toch alleen voor heren hier? Ik denk het wel, ja. Alleen voor monniken, of niet? Ja. Ja. Nou, ze doen het niet zo erg vinden. Ze dus ook, en ze hebben een gymzaal. En ze doen aan powerlifting, ja. Je zou toch acuut monnik worden, of niet dan? Nee, dankjewel. Tafeltennis ook graag. Tafeltennissen. Ook nog. Goed, ze hebben ook niks anders, hè? Frank, wat gaat daar voorzichtig? Nou, ik ben een keer van dit soort trappenslingen een keer naar beneden in stuif. Oh ja. Ik ben een low, hoor. Ja, dan blijf je wel voorzichtig, hè? Nou, dit was de rondleiding. In de verblijfplaats van de monniken. Ik heb ook honden, ja. Hé, hondje? Hallo! Beetje boos. En weer terug bij de kerk. Bij alle monniken is toch nog stiekem een nol. Een zwarte. Met wit. Ik leek te slapen. Ik deed de poging tot er in een V werd gesignaleerd met video. Goed zo. Dat heb je net zo'n vermoeiende dag, hè? Voor degenen die interesse hebben in de Poolse bouwstellen. Dit is de bouwstel Beuje Beton. Had u hier nog even iets aan toe te voegen, meneer Rick? Nee, alleen nog even vullen waar hij maakt als in Nederland. Maar goed, ik ga zo maar eens even lekker douchen. Wat een vredig gezicht is dit. Ja. Dat ik veel licht heerlijk te maffen. Het is alleen om 7:15. Dat is zijn toch geen, voor het Nederlandse begrip toch geen tijd om naar buiten te komen met vakantie. Nee. Vandaar slapen in zon tegelijk. Heerlijk. Daar gaan we Aussies bezoeken. Een Beerkanaal. We hebben de busreis net achter de brug. En we gaan zo meteen het museum bezoeken. Ben heeft ons een goede uitleg gegeven vanmorgen. Het zal heel zeer imponerend zijn. Maar dat zien jullie zelf wel aan de beelden. Toegangspoort. Thank you.
was brought to Auschwitz from Belgium in 1944, and together with her, 250 other women arrived. There was a selection. Out of 250 women brought to Auschwitz, only 46 went to the camp, which is less than 20%, quite lucky, to pass the selection and then survive. After a few months, hier zijn 5000 mensen geëxecuteerd. Dit blokje is nog helemaal als je naar de staat en dan gaan we nu bekijken. Met gas naar beneden gegooid. En die gaan we weer volgens hier ingebracht. We zijn nu met de bus iets verder gegaan naar Birkenau, wat aanzienlijk groter is dan het kamp van Auschwitz. Beeld is afgebroken, staan lenen. Zit hier in de wachttoren. Tegenlichtopname. Now it's visible that they are standing in such way, and the probably it was done just to have centrale verwarming. Die zon is toch vrij scherp. Toiletruimte.
Deze vijver werd het as verstrooid van gecremeerde mensen. De ingang van onze accommodatie. Dan gaan we eens even kijken hoe dat hier binnen is. Kom hier binnen. Receptie. Hallo. Bogdan. Hallo. En dan zitten we op de tweede en derde verdieping. Dus dat is 4 trappen tot de tweede verdieping. Nou, gaan we. Enzovoort. En de tweede verdieping. Nou, 4 trappen. Eens even bekijken. Wat dit voor kamer is. Nee. Jongen, jongen. Kop gestoten. Wat een rommel hier. Fantastisch. Nou, je bent, dit is de eerste kamer die ik even vast moet leggen. Ja. Doeg. Oké, okay, doeg. Niet welkom. Volgende. T12, wie slapen hier? Henk? Ja, wij. Marien? Nee? En Simon. Aha. Help. Maar hij wil niet echt. Hij wil die niet? Hij wil niet, toch geen kant. Oh, gaan we goed. Hey, kom even kijken hoe de accommodaties zijn hier. Ja, dus... Ben je daar aardig tevreden over Marien of... Waarom kom je hier? Ja. Is bij Simons bed, hè? Ja, dat is Simon Simons dus. Bed, en dit is ook Simons bed, dat kun je ook wel zien. En dat is ook Simon. Nou, dat is mijn bed. Dat valt nog mee, wou je zeggen. Ja. En heb je hier nou lekker geslapen of? Nou, dat was een beetje muggerig. Niet daar heb je op de muggen. Oh ja. Nee, op 1-2 armen had ik wel 18 muggen gebeten. Wauw. Maar ik heb veel meer volgens mij. Dan komt Jan. Maar goed. Oké. Knip je er wel uit, hè? Ja, knip het eruit. Doeg. Volgende kamer bekijken. Kamer 209. Wie slaapt er op 209? Oh, wat stinkt hier? Wat hebben jullie gegeten? Kippensoep. Koffie en zeepjes. Lekker, hè? Lekker zooitje, hè? Jullie slapen ook met z'n vier, hè? Ja. En bevalt jullie de kamer wel of? Ja hoor, wij slapen. Alleen de mug filmen. Ook al, ja, dat hoor ik meer. Ja. Nou goed. Aan ja, morgen inpakken, hè? Ja, of nee, morgen weg. Goed. See you. Doei. Hi. 208, wie zit er op 208? 208, het is Angelica en Gerard. Die staan daar. Angelica en Gerard staan in te pakken. Ja. We hadden nog geen kamers op de... Ik had nog geen kamers, hè? Ja, ik kom even controleren hoe het hier is. Opknappen, hè? Na een dagje Auschwitz. Ja.
Dus, het ziet er netjes uit, vind ik zelf. Past het allemaal nog wel? Ja. En hoe hebben jullie geslapen hier? Nou, vorige nacht heel goed, hoor. Ja? Ja, ja, dat is... Oh, vannacht, ja. Nee, maar vanavond was het denk ik vanochtend, dus het wordt laat. Oh ja. Maar dat geeft niet. Geeft niet. We hebben de hele dag en nacht om in de bus te slapen. Perfect, doen we. Waar slaap je, Annelies? Ja. Daar. Ja, kijk, en daar zitten twee Mongolen, die slapen ook bij ons op de kamer. Slapen jullie ook op de kamer hier? Kamers pas letten. Stuurt hij wel lekker hier. Boven jullie? Oké, snel geweest. Doeg. En dan gaan we nog verder omhoog naar de derde. Dus dat is na 6 treden. 301. Dit schijnt de gezelligste kamer te zijn. Woehoe. Van allemaal. Ja, en de tafel staat namelijk in het midden. De meeste zal. Flink gedronken. Wat? Flink gedronken? Ja, frisdrank. En cola. Oh. En hoeveel zit, met hoeveel zitten jullie hier? Met vieren. Ja, wat ben jij nou aan het doen? Oh, hou maar weer op. Wie is het donker? Les. Nou. Les, die wil niet zo goed. Linda, Linda, Pia ja. En Katelijne. Waar heb je fiets? Fiets, fietsman. Oh nee. Daar. Dat zie je, hè? Rick. Eens even verder kijken hier. Oh, 312. Wie slaapt op 312? Oh ja, jullie met z'n drieën? Nee. Nee? Oh ja. Jullie hebben het geloof ik wel een van de netste kamers als ik dat zo zie. Jongen, jongen. Ja, volwassen dames, hè? Dan heb je dat. Oké, ik zal niks meer zeggen. Ook al last van muggen. Zo. Zal ik het niet even laten zien? Ja, waar nog? Knie? Nee, is niet te zien. Oh. Zo sterk. Oké. Het zijn lelijke plekken. Bent wel. Oké. Nou, vroeg hè? Groeten aan de buren. Ja, buren. Wie zijn dat? De buren. Buren. Wie slapen? Zo! Hey. Het wordt hier, het wordt eindelijk gezellig. 3-9 hebben we nog niet op de film. Hey, Ricky! Eppe gaat vanavond met op Hawaii tour. Ik ga vanavond op de Hawaii tour. Laat eens zien. Hawaii. 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 Ik zal hem aantrekken. Hij wil met een Poolse deur natuurlijk komen. Het was een mooie DNA, heb ik gehoord. Ja. Kijk, en zijn we een kiekbrek met je gooien in de lucht? Nou, die doe ik zo. Kijk. Nee, hey. Amsterdam. You were downstairs. I like it. I just taped you downstairs. And now you're here. Oh, my? No. My oh my. Dus jullie slapen met z'n vijf hier, hè? Ja, nee. Nou, we slapen hier met 10 man vanavond. Heerlijk. Kijk, zo gewoon. Hij is te vullen. Zo, hier gaan allemaal mee. Tjonge, jongen. Jongen. Rick, stap gelijk het hele kistje. Weet je hoe een sigaar ook? Ik zal het één keer worden. Woe! Staat nu al aan, hoor. Ja, klopt. Perfect. Dat is een simulatie van een schoorsteen in Nova Utah. Nou, jongens. Nog een gezellige avond. Nou, dan heb je op Nico nog niet op. Ik zo. Nico nog een smile. Zo, zellig. Zetjes. Crisis. 308. Wie zijn 308? Denk je nog wel? Van Petri, Gerard, Tine en Dina. Oh, dat is wel aardig te zien wel, ja. Wie slaapt hier bovenop? Netste kamer.
Wie slaapt hier? Ja. Daar slaapt Rilana. Ja. Moet je even een mooie handen. Daar slaapt Petri. Petri. Tadaa. Winnie de Pooh. Hartstikke mooi. En? Nee. En jij staat daarboven. Ja. Wat een zooitje. Hoe vind je dat klimmen op zo'n laddertje? Dat doet mij pijn aan mijn voeten. Ontzettend prettig. Ja, inderdaad. Ja, ja, dacht ik al. Nee, dat is waar. Maar ik zie voor de rest niemand. Dat is jammer weer. Ik heb een onbeleefde melding tussendoor. Onze kamer nog, inderdaad. Nee, ook onze kamer nog. Maar je zou ook verhaal schrijven. Ik ga verhaal schrijven, Frank. 303. Een hele fijne kast hier. En daar zit ik zelf met Frankje. Frankje. Goedemorgen. Hallo. Heb jij twee bedden? Heerlijk. Dat heb je wel als enige twee bedden. Heerlijk. Ja, hè? Alles heb ik ook weer een ouderwets lengteprobleem, werk. Oh, dat heb jij natuurlijk, ja. Klopt. Nou, ik heb zelf hier lekker boven maar genomen hier. Ook twee. 9:30 aangekomen bij de zoutmijnen. Die we onder begeleiding van een gids weer gaan bezoeken. Helaas was het bij de zoutmijnen kapot, tenminste te vochtig, dus daar kon er geen opname van gemaakt worden. Maar nu staan we op het punt van vertrek inmiddels. Er wordt afscheid genomen van Bogdan. En we gaan zometeen aan een lange reis beginnen. Die zijn er nog niet. Bye, goodbye, really goodbye. Geen lange reis. Policeman. Goodbye. Pet. Jullie kruipen voor. Ja, ja. Eerlijk waar. Lockdown wordt beschreven. Wat nou? Heb je al een sorry. Bye-bye. Niet afzijken. Druk je ook door? Wow. Hank. Henk, dat hoeft niet zo netjes. Hey. Oké, geen door aan mij. Over 20 jaar kom ik hier in Polen. Ik zie er een shirt uit haar. Weer mij. Oh, dat wil ik liever niet dat jullie dat doen. Yeah. Iedereen? Hendrik? Ja, cool. Oké. Okay. Bye. Ja, sorry. Hello, Stu. Yeah, today we are going. It's in Frans. Partier en morir een peul. To leave is to die a little bit. I think those are the best words to leave you. I wish you a good time. I think we see each other again in het harde. Wow. Or maybe it with Mr. Jelsma. Yes, and we have a reunion later this year. I hope we can be there. But we have contact on that. Yes? Yeah. Do you want to say some things also? Yes, I'd like to say you again, thank you very much for your concert. And I'd like to say you goodbye, alright? Goodbye, everybody. Bye. Bogdan, bedankt. Zo, filmpje gekeken. En dan even een stop erna. En dan gaan we zo meteen lekker slapen.
fitte jongen. Checking! Goedemorgen. We zijn net gewekt door Ben. Voor een enorm vroeg ontbijt hier in Duitsland. We gaan nu met z'n allen gaan nuttigen. Goedemorgen. Iedereen is natuurlijk op zijn mooist. Iedereen is op zijn mooist, of niet? Denk ik een mooie stip aan. Wat heb je? Deze middag gevonden. Zoom. Het is laatste mooie. Nou ja, na een ochtendtoiletje zal het allemaal wel meevallen. Enfin, we zijn dus bij Potsdam. En ga lekker een hapje eten. Ben gaat ons hier verlaten. Ze hebben hier lekker broodjes. Ook nog. Sjaak, wat zou jij eens gaan eten? Oh, wat is dat? Lekker bak koffie in ieder geval. Lekker bak koffie. De chauffeur krijgt niet, zet maar zo. Nee, maar vol salmon en lekker te koken. Klopt momenteel 10 over half 7. 10 over half 7, dan afgekookt uit. Is wat? Peper zout erbij. Proost. Goedemorgen. Heerlijk. Is het lekker? Koffie. Lekker koffie. Lekker barken, man. Heb je gemist, of niet? Lekker ontbijtje. Heerlijk. Jullie ook. Goed. Waarom lang verhaal kort te maken, mag ik je bedanken. En we hebben een klein cadeautje voor je. Voor Dennis. Anders is hij eenzaam op de terugweg. Zet hem naast je en geef hem een mooie naam. Heel hartelijk bedankt. Jongens, in vertrouwde handen met Jack. Die gaat nog harder dan dat ik doe. Dus ben je mooi op tijd thuis. Als alles een beetje mee zit en het verkeer werkt een beetje mee, dan moet je er rekening houden dat je zo rond 4:30 in het harde bent. Maar er moeten geen rare dingen gebeuren, maar dat zal wel niet. Ja? Jongens, wel thuis. En ik vond het heel erg leuk. En ik vind het heel leuk als ik bij de reunie kan zijn en misschien de volgende reis. Er zijn allerlei plannen ontsproten aan de ontbijttafel en aan de dinertafel. En wie weet zien we elkaar nog wel eens keer. Bedankt en tot ziens. Hoi. Kwart over 10 passeren we de voormalige grens tussen Oost- en West-Duitsland. Daar maken we even een stopje. Er is niet veel meer van over. Check onze nieuwe chauffeur.
weer heerlijk weer bij vandaag. Nou, we zitten al enige tijd in Nederland. We verwachten rond 4:30 weer terug te zijn. Dus iedereen gaat me even bellen om opgehaald te worden. Allemaal even mijn zakjes meenemen. We zijn weer aangekomen. Ook van Macht van Praag, hè? En er staan niet veel mensen. Nou, ik hoop dat iedereen het maar leuk gehad heeft. Voort! Dan gaan we uitstappen. Ho, ho, ho! Jean-Paul Chinet. Als dank. Als dank voor het leven. Iedereen wordt bedankt. Ja. Ja, niet veel. Wordt Harriet aangescheurd. Hey, Willem! Even kijken hoe de geliefden elkaar weer zien. Even kijken. Nou, dat is allemaal goed afgelopen. Okay.